Nee, die hangt. Ja, die hangt hier een boekje. Ja, nee. Ja. Ja, die is een voordeel. Ja, zo, als je het op foto. Kijk, zo'n Zwitsers lijstje, weet je wel. Ja, en dan zo'n Milka Zwitsers ding. En dan die Edelweiss, oh geweldig. Ik denk er zoveel plezier in als je dat maakt. Ja, ik vind Janne Bakker fascinerende kunstenaar, geweldige kunstenaar. En het gaat ergens over. Haar werk gaat ergens over. En dat zie je door wat er nu speelt, hè? De Voice of Holland, iedereen weet het. Het gaat over actuele problematiek. En dat is natuurlijk interessant als iets vakmanschap getuigt. Er is schoonheid te ontdekken in dat werk. Maar tegelijkertijd zie je laag na laag na laag de gruwelijkheden die ze blootlegt in haar werk. Nou, die spanning tussen pure esthetiek, vakmanschap, liefde voor je werk. Aan de andere kant die harde thematiek die het toch is. Nou, dat conflicteert, dat schuurt. En dat maakt dat werk zo bijzonder. Mijn zus, die is nogal gelovig, die kwam heel enthousiast mijn atelier binnen. Oh, zei ze van, die heeft de Jezus gemaakt. En ze heeft helemaal nooit dat gezien. Of heeft niet willen zien, dat weet ik ook niet, maar ze vond het geweldig. Ze dacht gewoon een soort zendingsverhaal was. Ja, want dat is natuurlijk ook nu zo. In het Westen is seksueel misbruik in de katholieke kerk al wel, er wordt over gesproken. Maar wat er gebeurt in Afrika, het is allemaal nog onder de pet. Ik wil wel wat vertellen. Hoe ik tegen de samenleving aankijk. Ja, zelf zit ik natuurlijk als kunstenaar heel erg in mijn eigen atelier opgesloten. En via allerlei media komen dingen bij me binnen en boeken. En daar ga ik mee aan het werk. En dan gooi ik dus wat ik ervaar en wat ik voel, gooi ik naar buiten door middel van mijn werk. Misstanden? Misstanden vaak. Machtsmisbruik, laat machtsmisbruik, zo. Ja. Dat stel jij aan de orde? Ja. Ja. Daar gaat jouw werk over? Ja. Ook in die religieuze thema's van mij is het ook macht, want God, weet je wel, en dan de mens is heel nietig. Ja. Dat vond me een van de eerste dingen die ik gemaakt heb met deze vorm. Ja. Gewoon, ik kreeg een trolley van IKEA en er zat het hele mooie inpakpapier omheen. Toen ben ik gaan schilderen en toen had ik dat landschap en toen ben ik langzamerhand plaatjes erin gaan plakken. En deze voorstelling ontstond en het is eigenlijk een verhaal van een meisje wat eigenlijk nog een kind is. Die misschien al wat te oud is voor die poppen, die liggen al. Ja, ja. Zoals ik vroeger de poppen ook onder mijn bed had, met armen en benen eraf. En maar ze is ook te jong voor de mannen. En het is een soort verdriet over wat je kindertijd voorbij is. En die heimwee dat dat nooit weer terugkomt. Vertel ik dat engeltje, het huilt om, ja. om die poppen. Onschuld. Onschuld. Schuld, ja. Lam. Ja. Ja. En er zitten ook wat persoonlijke dingen. Je hebt de Paula-meisje, dat is... Mijn oma die had een beschuitbus met die Paula-meisjes. Oh, ja. Ik was heel vaak bij mijn oma, dus het zijn allemaal toch wel wat beelden. Ja. Toch weer een lammetje wat refereert aan Jezus, aan de onschuld. Ja. Ja. Die figuurtjes, teken je die zelf om ze dan vervolgens uit te knippen? Ja, ik teken ze zelf. Ik hou ook wel veel van internet. Ik verander ze dan. Ik voeg dingen toe of ik maak ze bloot natuurlijk. Dus het is... Het heeft een hele paradijselijke sfeer, maar tegelijkertijd ook weer dat ongemakkelijke. Klopt. Het gekke ervan is, als ik ermee bezig ben, dan ben ik me daar niet bewust van. Ik ben gewoon aan het werk en dan sta ik soms helemaal versteld van oh, dat heb ik gemaakt. Ja. Bij mij is het wel zo dat de kunst moet niet te knus zijn, te kijk, mooi of esthetiek, dat speelt natuurlijk ook wel een rol in mijn werk. Het is allemaal wel esthetisch. Maar ik vind er moet ook een boodschap in zitten in kunst. En er moet een dialoog aangaan met de toeschouwer.
en met mezelf. Ik communiceer eigenlijk door mijn werk met andere mensen. Ik heb het zelf niet meegemaakt, gelukkig. Nee. Dus het is niet iets persoonlijks, zeg maar, wat je nee. van beeld? Nee, maar goed, maar als vrouw heb je natuurlijk allemaal wat meegemaakt. In woord of daad, iedereen heeft wel... Ja. Kijk, dat is natuurlijk wel een beetje persoonlijk werk. Ik heb een baby natuurlijk gehad, ik heb een kindje, die nu al 40 is. Maar toen ze klein was, had ik wel zo van, ik hou van je, maar ik heb ook een afschuwelijke hekel aan je. Want het was een huilbaby. Het huilde en het huilde en het huilde en ik hield nooit meer op. Vreselijk, ja. Ze heeft ook een blauw oog. Ja, maar dat was niet door jou toen. Nee, zo ver ben ik niet gegaan. Maar je bent wel op een gegeven moment... Nee, maar je wordt wanhopig met een huilbaby. Ja, nee, dat is je wordt helemaal... killing natuurlijk. Ja. In 2014, toen heeft bij toeval ontdekt dat ik MS heb. En toen ben ik begonnen met mijn naam te veranderen in Albertina B. En Albertina is mijn eerste doopnaam. Dus het is, en daar is Dianne van afgeleid. En, maar ook het besef heb ik toen gekregen dat ik kan nu nog werken. Dus ik ben heel erg doordrongen van een bepaalde urgentie. Van ik, een soort moeten. Zolang ik nog kan, ja. wil ja. ik ja. verhalen vertellen. Ja. ja. En hoe lukt dat? Soms niet, soms wel. ja. ja. Ben je begonnen met die bloeiende landschappen? Dat je een soort, nou ja, je komt bijna de lente binnen. Dus het is hier ja, ik voel me hier vrij aangenaam. En de tweede deel, die ruimte hierna. Dan zie je meer die winterlandschappen. Daar wordt het toch wat anders van sfeer. Sommige aangenaam, sommige wat ongemakkelijk. Dat je een gevoel van onbehagen bij sommige schilderijen krijgt. Die zwembadtaferelen heb ik dat toch wel. Dat die kruisen zo nadrukkelijk aanwezig zijn. Dat je denkt, wat is hier aan de hand? En daar speelt die verlatenheid van die schilderij een nog grotere rol. Dat de verlatenheid... ja, op je afkomt en dat het bijna beklemmend wordt. En dan ga je vervolgens naar het werk van Dianne en ja, wat toch een heftigheid heeft, omdat dat een thematiek behelst die, hè, die gaat over hele actuele zaken. Ja. Ik wil iets overbrengen wat ik zie als ik naar dingen kijk die jullie ook zien. Als je gewoon, tenminste als je zou opletten. Ik krijg heel vaak reacties van mensen van, hé, is dat daar en daar? Of, dan kijken ze er in één keer heel raar tegenaan. Hè? Dan herkennen ze het amper. Of het is juist dat het je in één keer opvalt. Hè? Van dingen waar je gewoon normaal gesproken aan voorbij gaat. Ik noem het ook een beetje de muurbloempjes van het dagelijks leven. Die hebben zo'n aandoenlijke schoonheid soms in zich. En die wil ik eigenlijk een beetje voor het voetlicht brengen. Ik hou ervan van die onaffe verhalen waar je gewoon... Ja, waar iedereen iets... Ik heb ook een hekel aan als dingen uitgelegd worden. Ik denk, maak het voor mij niet stuk, zeg maar. Ik wil mijn verhaal kunnen bedenken erbij, weet je wel. Ik denk dat voor heel veel kunstenaars geldt dat ze als kind al heel fantasierijk waren. Dat geldt voor mij in ieder geval. En ik ben altijd dol geweest op verhalen. En het mooiste is een verhaal waar je halverwege in komt. En dat je denkt, waar ben ik? Wat gebeurt hier? En dat moment vind ik het spannendst om dat gevoel, zeg maar, in een schilderij te leggen. Wat ik hier zo goed aan het werk vind, is dat
Het is realistisch op het eerste oog, maar als je zo'n schilderij nadert, dan zie je dat elke vierkante centimeter gewerkt is. Je ziet penseelveegjes, je ziet hier eens een keer een uitschieter. Dus het is een hele mooie balans van werken naar de realiteit en het schilderkunstige vakmanschap. Maar ook hier weer inhoudelijk. Het heeft altijd een zweem van geheimzinnigheid, licht onbehagen, ongemak ligt altijd op de loer. Je ziet een bepaalde plek, kom je onderweg ergens tegen, op je fiets, en dan denk je... Of in de trein, helaas, en dan kan je er minder goed naar terugkeren en dan weet je niet, waar ben ik eigenlijk, weet je wel, tussen de stations in. En dan denk je van, wat een rare plek. Ja, wat een rare plek, wat Of van wauw, wat is hier? Dat is dan soms ook gewoon de elementen, het seizoen, het licht. En wat doe je dan? Maak ik foto, ja. Foto's, meerdere, ja. En als je dan aan het schilderen bent, pas dan wordt duidelijk van hoe... wat heeft dat beeld dan nodig? Dan wordt op het allerlaatste moment, als je die neemt bijvoorbeeld... die is van A tot Z gecomponeerd. Die toon doet alles, dat licht doet alles. Daarmee vertel je ook eigenlijk het verhaal. Heel veel mensen zijn enorm geraakt door het werk. En als hij ze daarna belt, wat voel je er nou eigenlijk van? Dat ze dan zeggen, ja, ik weet niet wat het is, maar het spookt nog steeds door mijn hoofd. Dat vond ik zo grappig, ja. Ja, dat is toch mooi. Dat heb ik zelf ook. Als ik naar een tentoonstelling ga en ik word geraakt door iets wat ik zie. En dat blijft in mijn hoofd. En dat wordt als het ware een filter voor je eigen werkelijkheid die je om je heen ziet. Hè. Ik bedoel, als je in de trein stapt en denk ik, hé, dat doet me denken aan die en die schilder. Nou, dat vind ik altijd vind ik heel bijzonder. Dat is wat je wil als je naar kunst kijkt. Of ook als je een mooie roman hebt gelezen. Dat dan nog heel lang nagalmt.